stadje. Het is lekker weer, de zon schijnt. Joegij, van harte welkom. Exclusive Swiss Cars, op vele verzoek voor jullie. Kijk en aanschouw. Oh, zie dan, de V10. Audi RS6. Kijk, daar kon je. Kijk die diffuser, daar kon je. Oh, kijk, deze kant. Oh, zie dan. Hé, hey, is het een mooie of hoe zit dat? En dan als je hem open doet, mag ik maar even alvast aanschouwen. Schouw maar aan, ja? Hey, oh, licht interieur, maat. Dit is hem vandaag, de Audi RS6 V10. Oftewel, 5 liter, 580 pk. Heerlijk, lekker, heerlijk. Kom, ga gauw rijden. Oh, mon chéri, finally we are together again. Audi RS6. Oké, ik geef het eerlijk toe. Ik ben een beetje bevooroordeeld omdat ik zelf al heel veel van die RS6'en heb gereden. Ik vond dat fantastische auto's. Ik vind dat nog steeds fantastische auto's. En ik ben daar echt heel blij mee. Of je nou de eerste generatie rijdt, of de tweede generatie, of een C7. Of misschien wel de C8, afhankelijk van je portemonnee. Het blijft altijd weer die wolf in schaapskleren. Het blijft altijd weer een auto waar je gewoon super fijn mee voor de dag komt. En maakt niet uit welke generatie. Iedere autoliefhebber heeft altijd weer zoiets van, oh ja, RS6, weet je wel. Een soort holy grail binnen de automotive. Van ja jongens, dit zijn wel echt de paradepaadjes. Ja, want een Audi RS6 rijder is toch een kenner op de weg. Die weet zijn plek op de weg in de hiërarchie van auto's. En ik kan jou zeggen, we hebben de supercars en de hypercars. Maar kort daarachteraan komt toch echt de Audi RS6. Want die weet zijn plek gewoon. En die heeft gewoon zoiets van, jongens, als het kan, dan wil ik snelheid. Maar hoeft dat niet, dan kan ik nog steeds die comfort geven die het is. En dat is ook wel fijn voor zo'n auto, want het gaat ook meteen van zijn plek af. Hij trekt meteen door. Je voelt gewoon, oh, dat is zo fijn aan deze auto. Hè? Echt waar. Dat gaat, jongens. Ik heb altijd gezegd, het leven is echt anders met een V8. Maar met een V10 ja, ben je bijna niet weggezien, weet je wel. Zo snel gaat dat dan. Jongens, deze Daytona grijze auto met dit licht interieur, dat is voor mij de ultieme combinatie. Ik vind een blauwe auto met licht interieur vind ik prachtig. Maar ik vind dit is ook echt een van de auto's van hoe zou je hem willen hebben? Nou, op deze manier, zo zou ik hem graag willen hebben. Dan kan je echt met veel plezier elke dag naar je auto kijken en denken van tjoep tjoep. Ja, dat is mijn auto. Daar stap je in en laat die V10 maar lekker even een beetje brullen. Ja, niet te veel brullen, want als je die te veel brult, dan kost het ook weer handenvol met benzine. En dat is in deze tijd dan wat minder leuk. Aan de andere kant compenseren we weer met mensen die veel thuis werken, niet meer met een diesel de weg op hoeven. En dan denken van, laat ik dan één keer eens even lekker stouter in mijn leven en gewoon die Audi RS6 aanschaffen. Het is gewoon steeds een hele nette auto, mooi met het carbon inleg. Je ziet gewoon de diverse accenten, de memory seats die erop zitten, schuif, kantendak. Kortom, het mooie geperforeerde sportstuur met de platte onderkant. De flippers die mooi chroom zijn, die duidelijk zicht geven van hey, hier moet je mee terugschakelen, hier kan je mee opschakelen. En dan, ja jongens, het is gewoon een hele fijne, lekkere auto. Bijna een youngtimer, jongens. Dit is bijna een youngtimer, dus dan kan je hem gewoon zakelijk rijden. En dan heb je een bijtelling van 35% van de dagwaarde van je taxatie. Dat is dus niet de aanschafwaarde, maar de dagwaarde die netjes officieel getaxeerd wordt. En dat kan natuurlijk super voordelig zijn, dat je slechts maar een paar honderd euro in de maand betaalt als bijtelling op een zakelijke manier. Nou, wie wil dat niet? Gaat u maar, mevrouw en meneer. Het is mooi weer. U heeft een korte broek aan, nog wel hele witte benen zie ik, maar dat geeft niet. Goed insmeren. Gaat die van zijn plek? Het is wat dat er gaat. Het is af en toe net zo'n straaljager die gewoon vooruit schiet gewoon. Heerlijk. Echt waar. We'll be right back.
Zij toch? Het is gewoon een hele mooie auto. Als er nou al meer auto's zijn die je graag wilt bekijken, laat het ons eventjes weten. Check even de website swisscars.nl. En mocht je nog suggesties hebben voor auto's die we moeten doen, we weten dat er nog heel veel liefhebbers waren voor die RS4 Cabrio. Dus die gaat er ook nog wel aankomen. Stuur het even in de comments en dan kunnen we in ieder geval kijken of we aan jouw aanvraag kunnen voldoen. Zo zijn we ook weer. Ik zeg bedankt voor het kijken. Een hele fijne dag nog. Jeroen Post hier vanuit de RS6 V10, oftewel 580 pk. Bedankt voor het kijken en graag een hele fijne zondag. Hoi hoi. Oh, heerlijk. Heerlijk. Nee, 580. Ja, overnieuw. 3 M5 of zo, of een M8 of een M9. M9 bestaat er nog niet.